Als u het niet erg vindt om een beetje zachtjes te gaan zitten, gaan we starten met onze hoogleraar Nico Vermeteren. Met een prachtige titel, Nico. Ik heb het nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ja, niet te ver doordenken. Ik ga het hier wel over hebben, maar niet te ver doordenken nu bij deze titel. Wat gaan we doen? Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. We gaan iets meer nu naar deze inleiding op het meer technologische vlak. Gaan we kijken wat we aan combinatie van sociale innovatie en technologische innovatie willen gaan doen in Nederland. En daar willen we nogal wat. Dit kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken, er komt een grote veranderagenda voor Nederland. En die is er nu. Die veranderagenda gaat over de energietransitie, uiteraard. Duurzaamheid. Die veranderagenda gaat over landbouw, voedsel en water. Hebben we het natuurlijk onlangs net meegemaakt. Hè? Het was druk in Den Haag. Het wordt misschien nog wel drukker. En veiligheid. En last but not least natuurlijk... Nee, niet zorg. Gezondheid en zorg. Onthoud die eventjes. Gezondheid en zorg. En in feite zijn dat niet vier aparte veranderagenda's, maar dat zijn vier complementaire agenda's voor één nieuw Nederland. En 2040 moet het af zijn. Met name ook voor gezondheid en zorg. Want wat is er aan de hand? Ik neem u even mee ook naar vorig jaar. We hebben een enorm succes. Kijk maar, 6 generaties nu. Moest je vroeger photoshoppen. 6 generaties nu. Alive en min of meer kicking. Dit is een enorm succes van de afgelopen 150 jaar. Dus ouderen en mensen met een chronische aandoening zijn geen probleem. Die zijn dé succesindicator van onze samenleving. Maar dat vereist wel dat we ander gedrag gaan vertonen. Kom nog eens bij. Twee dezelfde plaatjes. Inauguratie van de paus. 8 jaar ertussen. Kijk maar eventjes aan. Totaal ander plaatje. En juist deze twee, succes en technologie, en dat kon je zo net ook zien, succes en technologie, maakt dat het budget maar stijgt en stijgt en stijgt en stijgt. 2/3 kan je koppelen aan technologie en 1/3 aan veroudering en mensen met chronische aandoeningen. En dat kan niet langer zo. Wat ik al zei, wij zullen dus met z'n allen ons gedrag moeten veranderen. Massaal. En dat is nou juist hetgene wat we niet doen. Ondanks technologie, mensen veranderen hun gedrag niet. Dus hier zit de grootste uitdaging. Dat is een combinatie van technologische en maatschappelijke innovatie. En vandaar die veranderagenda. Voor de gezondheid en zorg veranderagenda zijn er 5 missies door VWS gesteld. En die zijn 26 april, jongsleden, goedgekeurd door het kabinet. En de missies gaan erom. 2040 hebben we 5 jaar erbij in goede gezondheid. Dat is nog niet zo'n uitdaging, maar veel meer is een uitdaging om 30% van de gezondheidsverschillen tussen laag- en hoogopgeleide te slechten. En dat is nog nooit in de wereld gebeurd. Dus ga er maar aan staan, in 2040 moet dit voor elkaar zijn. Daaronder liggen 4 missies. De eerste is, en dat besprak Tom net ook al eventjes met de collega. De eerste gaat over het veranderen van leefstijl, maar vooral het veranderen van de omgeving, de leefomgeving. De leefomgeving is het meest dominant in ons gedrag. Kijk maar wat jullie allemaal zitten te doen. De juiste zorg op de juiste plek, uiteraard, voor iedereen al een buzzword. Mensen met een chronische aandoening en zeker mensen met dementie, zo lang mogelijk meedoen en ertoe doen. Niets is beschermender dan meedoen en ertoe doen. Wij investeren, zo net werd even gezegd, er wordt niet geïnvesteerd in preventie. Dat is totaal niet waar natuurlijk. Pak een school op hier in Nederland, een basisschool, zet hem in een derde wereldland en je kan 20 jaar levensverwachting erbij optellen. School, drinkwater, wegenverkeersnet is allemaal preventie. En er zit nog heel veel meer in preventie. Als we het eindelijk maar eens gaan investeren in die preventie
bovenop de preventie die we al hebben. Deze 5 missies moeten 2040 ervoor zorgen dat we dus 4 extra levensjaren hebben. Ik zei dat we het niet kunnen veranderen, maar dat kunnen we wel. Dit is vorige eeuw, de sigarettenservice in het ziekenhuis. Jullie reactie verraadt al dat dit raar is nu. Dus ja, we kunnen veranderen, maar dat duurt en dat duurt en dat duurt. En we hebben heel wat te doen om dit in 2040 voor elkaar te krijgen. Dus heb ik een grote filosoof, naast Johan Cruijff hebben we ook een internationale filosoof aangehaald. Dit hebben we nog nooit gedaan, op 4 grote maatschappelijke thema's een totaal ander Nederland bouwen. Dus geen verlegenheid, dat kunnen we aan. We weten ook dat we dat aankunnen, want dit was 53. Ruim 8000 mensen en een enorme ellende in Zeeland. Dit is nu en heel de wereld loopt achter ons aan. Van een ramp een asset maken. Maar zitten we nu te wachten op die ramp in de gezondheidszorg? Nee, ja, we zitten te wachten nu. Nu zitten jullie te wachten op... Nee, we moeten er nu iets aan gaan doen. En vandaar die missies. En het is dus niet meer een mission impossible. We moeten die missie mogelijk maken. Daarvoor moeten we af van dit. Orde. Dit is al veel te weinig chaos. En is ook nog steeds niet lekker. We zullen door moeten naar nog meer chaos. En hele lekkere dynamiek. Denk daar eens bij. In klassen, in scholen, waar iedere kind leert 18 jaar gemiddeld om zitten en cognitieve leerprestaties te combineren. Vind je het al gek dat jullie zitten? Vind je het al gek dat je niet de dynamiek hebt die we steeds meer in ons leven krijgen? We bouwen scholen nu steeds meer gericht op energie, neutraal. We bouwen scholen met groenvoorzieningen. Bouw dan ook scholen waarbij jong en oud, intergenerational, beschermend met elkaar om leren gaan. Sociaal, mentaal en fysieke opvoeding en ontwikkeling. Maak een school tot ontwikkelplek die niet 's morgens om 8:30 open gaat en om 16:30 dicht. Maar maak een school tot ontwikkelplek waar kinderen en ouderen, met name ook mensen met dementie, langdurig nog mee kunnen doen om ertoe te doen. Nogmaals, er is niets beschermender dan meedoen en ertoe doen voor gezondheid en een beetje zorg. Waarom doen we dat? Omdat dit de voorspelling is van het CBS. En die kennen jullie natuurlijk allemaal. Kijk maar eventjes. Nu zo'n 3,5 miljoen en straks bijna 5 miljoen in 2040. Ouderen, 65 plus. Daar hoor ik dan, hoop ik, ook bij. En wat gebeurt er nou met die ouderen? Die worden steeds gezonder, fitter, actiever, hoger opgeleid, goed bemiddeld, meedoen in de samenleving. Meedoen in de samenleving. Ze bouwen nu mee aan een ander duurzaam Nederland. Allerlei burgercoöperaties en burgerinitiatieven zetten zich op om de pinautomaat te redden. Tot en met de gezondheid te regelen. Heel wat anders dan wij vanuit het zorgsysteem denken. Dit is de grootste workforce voor de toekomst van Nederland. Wat nu dreigt is het gevaar dat we 2 systemen gaan opbouwen. Die informele workforce van al die ouderen, die allerlei dingen doen op die 4 grote transities. En een formele zorg. En die komen niet of nauwelijks bij elkaar. Sterker nog, we hebben het ook nog steeds over technologie voor in de zorg. Nee. Het moet anders. Wat moet er anders? We moeten kijken naar de burger en niet meer naar de patiënt. Zijn talent en niet meer over zelfmanagement hebben. We moeten veel meer gaan nadenken over wat is een persoon in zijn eigen systeem, in zijn eigen context. Hoe is daar het talent? En hoe is die in zijn buurt? En zijn buurt gaat dan verder dan het wijkje, ook op school, in arbeid, bij sport. En daar komt veel meer samenmanagement in plaats van zelfmanagement. En technologie moet daar voedend in zijn. En die is niet meer technologie in de zorg, maar technologie veel eerder in het leven van mensen
En die technologie moet bemiddelen tussen het informele en, als het echt niet anders kan, het formele systeem. En dat betekent dus dat technologie voortaan in het leven moet kunnen bemiddelen tussen gezondheid en meedoen. Tussen gezondheid, meedoen en ertoe doen. Dus zullen we zorg om moeten draaien. En het anagram van zorg is GROS, waarbij de G van gezondheid voorop staat en de Z van ziekte achteraan. Volgens mij heeft de RVS daar al zo'n 10 jaar geleden van gezegd, hè, ga nou eens niet constant aan ziekte en zorg, maar ga aan gezondheid en gedrag. En zolang we dat niet blijven doen, bouwen we ons systeem op. En sterker nog, we bouwen sommigen zelfs het derde systeem op, want dan zetten we een zorghotel ertussenin. En denk je dat wij met z'n allen 3 systemen kunnen gaan financieren in de toekomst? Dat informele, het formele en nog allerlei zorgtussenoplossingen? Nee, 1 systeem, informeel, formeel, technologie ertussen in wijken en buurten en gericht op gezondheid, veel minder dan op ziekte. Dat betekent bijvoorbeeld voor een ziekenhuis, intramuraal, waarbij de anesthesiologie en de chirurgie heel erg doorontwikkeld is. En dat gaat maar door. Maar waarbij de omgeving nog steeds obsoleet is. De meest obsolete techniek in een ziekenhuis is de combinatie bed en tv. Waarbij al mijn collega's in het Maastrichtse ziekenhuis zeggen, ja, hoe krijg je die patiënt naar het bed? Nee, hoe komt die 80%, 90% lopend binnen? En vervolgens mag hij alleen nog maar in bed. Dat is raar. Dat hoeft helemaal niet met die technologie. Dus dit is in Drachten en in Zeist de nieuwe afdeling waar mensen tijdelijk even zijn voor en na een operatie. Up and running, meedoen, ertoe doen. Daar heb je wel wat voor nodig. Daar heb je een startende coalitie voor nodig van 3, 4, 5 bedrijfjes die dat gaan doen. Maar dat is by far not enough. En vandaar het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. Hier moet je meerdere topsectoren, meerdere hoogwaardige kennispartners, hier moet je bedrijven, et cetera, bij inschakelen. Dus kijken we naar hoe creëren we een totaal ander gedrag van patiënt, zorgverlener, professional en de wetenschap. Hoe creëren we een andere infrastructuur met architecten en de bouwwereld? Hoe creëren we een totaal andere medische technologie, wat je ze net allemaal zag. Maar dat is allemaal wat we kunnen zien straks. Maar in de back-office moeten we een andere data-infrastructuur neerzetten. Die is nu gaande. Andere logistiek en organisatie. De patiënt komt niet meer wanneer jij dat wil, maar de patiënt komt op het moment dat hij topfit is voor een operatie. Dat is iets anders dan, ik heb een operatiekamer vrij en je moet nu komen liggen. En last but not least, de wet en regelgeving moet daarvan mee. En dit is een concept waarbij je iedere keer kan kijken bij de veranderingen, sociaal en technisch. Aan de bovenkant zie je wat de mensen allemaal gaan merken en meemaken. En aan de andere kant zie je in de back-office wat er allemaal moet gebeuren om dat leven, het gedrag en gezondheid anders te maken dan wat het nu is. Dat is publiek-private samenwerking en dat is vooral ook de combinatie van sociale innovatie en technologische innovatie, gebaseerd op die missies. En zo af en toe heb je een beetje een push nodig van een aantal mastodonten, hè? Iemand van bijvoorbeeld de FME tot en met de Patiëntenfederatie, Erik Gerritsen, Barend Mons, om gezamenlijk wat bestuurlijke power erachter te zetten om dit voor elkaar te krijgen. In ziekenhuis en ziekenhuis, maar ook in wijken en buurten. Wat betekent dat voor een persoon? Dit is Robin Koops. 2 maandje geleden uitgeroepen tot icoon. Met zijn draagbare alvleesklier. Dit is allemaal back-office. Er moet technologie ontstaan, er moet een bedrijfje ontstaan. Er moet eerste keer uitgetest, overigens bij hemzelf. Hij is zelf een mens en niet een patiënt met diabetes. En hij heeft een draagbare alvleesklier ontwikkeld en nu op zijn buik. Maar die gunt hij ook aan anderen. En hier zie je samenmanagement in het leven van, van die mevrouw. Een 69-jarige mevrouw met slecht regelbare diabetes type 1.
En die is er nu weer op uit met haar man. Nog eens een keertje met haar man. En langzaamaan durft ze ook weer alleen erop uit. Dat is een heel ander plaatje dan dat we iedere keer moeten spuiten en maar af moeten wachten of het toevallig, zeker bij deze mevrouw, goed gaat met haar. Het belangrijkste is dat we moeten loslaten. Implementeren is helemaal niet zo moeilijk. De-implementeren is moeilijk. En daarvoor hebben we een heel goed voorbeeld. Je moet loslaten. Je moet op weg naar het nieuwe, op weg naar het andere. Misschien wel het jeugdige. Afgelopen 31 oktober hebben we gezamenlijk met een hele grote coalitie de gezondheid- en zorgconvenant getekend. Een grote groep private en publieke partijen die samen met die uitdaging gezondheid en zorg aan de slag gaat. Ik roep jullie op om daarin bij te dragen en mee te doen. 11 november, aanstaande maandag, tekent het hele kabinet die 4 veranderagenda's. Ook die van gezondheid en zorg. Het is jullie, ik zou bijna zeggen verplichting en verantwoordelijkheid, om als hoogopgeleide verantwoordelijkheid te nemen naar de samenleving en vooral naar die tweede onderdeel van die eerste missie. Als wij erin slagen om de lager opgeleide, de laagvaardigen mee te nemen in dit verhaal en iets meer voorspoed te geven dan onszelf, zouden we die 30% kunnen slechten en zouden we inderdaad gemiddeld 5 jaar langer samen in gezondheid leven. Afgelopen 31 oktober ging dat van start met de ministeries, met de patiëntenfederatie en met ons boegbeeld van de topsector Life Science and Health, die leading is op dit proces voor het kabinet. En dit is het boekje wat je nu van de website af kan halen. En daar lees je dit verhaal nog eens in 60 bladzijden, dus niet echt heel erg klein, in 60 bladzijden terug. En kan je zien wat wij onszelf als gezondheid- en zorgcoalitie hebben opgelegd om de komende 4 jaar van die 20 jaar voor elkaar te krijgen. Het gaat er dus om het echt, maar dan ook echt, samen te gaan doen. Ik nodig jullie van harte uit in Den Haag langs te komen, een matroeska te tekenen en mee te gaan doen in deze ontzettend uitdagende missies voor een gezonder Nederland. Investeren in gezondheid en niet zozeer meer in zorg. Ik dank u wel. Dank voor jouw ook in vogelvlucht gegeven prachtige gepassioneerde presentatie. Waar niemand tegen kan zijn, denk ik, in de zin. In de heel veel zal herkennen. En dan toch die flauwe vraag, hè, want veranderen willen we allemaal. Verandering wil iedereen, maar veranderen wil niemand. Hè, zo wordt het wel eens gezegd. Ben je positief in de zin dat zie je doorbraken en dingen gaan gebeuren op dit gebied al? Ja, want ik liet een aantal zaken, Tom. Ik liet al een aantal zaken zijn die al aan het gebeuren zijn. Afgelopen donderdag heeft een groep van meer dan 120 partijen, van NFU tot de ministeries, van de patiëntenfederatie tot en met de Nederlands Zorg voor elkaar en gemeenschap, dat hebben die agenda mede ondertekend. En je ziet niet alleen een ondertekening, je ziet ook dat ze echt nu aan het inzetten zijn. Ja, er is heel veel gaande, een klein beetje coördinatie en zo af en toe wat smeergeld zou heel erg goed zijn. En ik ben er ook van overtuigd dat we langzaamaan met z'n allen wel zien dat het echt anders moet. Even over die coördinatie en dat smeergeld, want waar moet dat vandaan komen dan? Want mensen zeggen vaak, ja, ik wil wel, maar er moet een klein duwtje iemand, al dit soort woorden. Of is die er wel? Nou, we hebben natuurlijk een aantal financiers, ZonMW, NWO, SIA Raak, ook EZK met zijn topsectorenbeleid. Dat was tot nu toe te veel versnipperd. Die hebben hun middelen en hun gedachten op die missies gezet nu. Voor het grootste gedeelte. Dus ja, die missies worden geladen door de mensen in kind inzet, door de missies in mind inzet en door geld, cash. Helder. Ik kijk even rond of er een vraag of opmerking vanuit uw kant is. Ik kom bij u. Hebben de zorgverzekeraars ook hun handtekening al onder de matroeska gezet? Nee. En zo zijn er nog veel meer partijen die nog niet hun handtekening hebben gezet. Maar we gaan, net zoals mijn collega net zei, we gaan eerst maar eens aan de slag met die frontrunners.
En ik denk dat een heleboel komen erbij. En ik denk ook zeker dat de zorgverzekeraars hierin mee gaan doen. Want ook zorgverzekeraars zie je steeds meer zoeken naar hoe kan ik eigenlijk weg uit dat zorgsysteem en kan ik toch meer naar zo'n gezondheidssysteem. De massa is nu wel zo groot dat ik echt verwacht dat de gezondheidszorgverzekeraars erbij aan boord komen. Hier nog een vraag. Hebben de opleidingen, de universiteiten, waar nadruk ligt op de curatieve zorg altijd en niet op de publieke gezondheidszorg voorkomen, deze overeenkomsten getekend? Ja, wij zijn bezig met de opleidingen. Daar moet veel meer de kennis over technologie binnenkomen. Dus daar maken we afspraken dit komend jaar over. Hoe kunnen ondernemers voor de klas, de collegebanken, et cetera, gaan staan? De opleidingen zullen ook deze missies opnemen. Maar wat ik het meest interessant vind is, ik weet niet of jullie dat kennen, hè? Er is op de lagere, op de basisschool en op het voortgezet onderwijs is er een commissie geweest, die heeft net zijn stukken ingeleverd. Hoe moet het hele onderwijs eruit komen te zien? En daar zit één lange track door die hele 18 jaar gezondheid in. Dus kinderen worden ook met deze boodschap steeds meer opgevoed. Ik denk dus dat opleidingen straks kinderen krijgen, niet die opleiding krijgen kinderen, maar kinderen binnenkrijgen, die daadwerkelijk een ander gezondheidsbeeld voor zich hebben. Maar als je het toch erover hebt, hè, het gaat er ook om dat deze zaal echt zelf ook gaat meedoen. In eigen opleiding en in eigen gedrag en in eigen professionaliteit. Mijn laatste vraag is, je liet een plaatje zien van die mevrouw die met die sigaretten rondreed in dat ziekenhuis. En daar glimlachen we nu allemaal erg om. In 2040 glimlachen we dan erg om een school met een cola-automaat met M&M's erin? Ik denk dat we ze moeten uitleggen wat M&M's zijn en cola. Nou, dan zou het pas echt geslaagd zijn. Dat lijkt mij zo'n enorm optimistisch einde. Daar wil ik niet meer vanaf gaan. Ik wil je zeer danken voor je prachtige presentatie, Nico. Dank je wel.